Fruitdelta Rivierenland is een veelzijdige regio met bijna 250.000 inwoners, gelegen tussen de grote rivieren in het hart van Nederland. Ons gebied is een ongekend vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door de centrale ligging in het land, de tuinbouw, de logistiek, het unieke rivierenlandschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Drie rivieren stromen door ons gebied, de Maas, de Rijn en de Waal. En daarmee vormt onze regio een cruciale schakel in de Nederlandse delta. Economisch bestaan er nauwe banden met de aangrenzende provincies en regio's. De A2 en A15 doorkruisen ons gebied en vormen een belangrijke kennisas en vervoercorridor voor de regio. Deze ligging op het kruispunt van snelwegen maakt Rivierenland tot een aantrekkelijke logistieke hotspot. Ook de verschillende treinverbindingen maken dat je zo in de Randstad of het zuiden van het land bent. Naast krachtig weten wij dat we ook kwetsbaar zijn. Verdroging bedreigt ons gebied. Onze agribusiness maakt dat we de grootste energieslurper van Gelderland zijn. Door het gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen en circulaire ketens moeilijker tot stand komen. Wij beschikken niet over een eigen universiteit of hogeschool en er is geen grote centrumgemeente of grote multinational die de kar voor ons trekt. Ook telt onze regio relatief veel laag opgeleide, laaggeletterde en arbeidsmigranten. Om in de toekomst een goed functionerende arbeidsmarkt te behouden, zijn nu verdere investeringen in een inclusieve arbeidsmarkt noodzakelijk. Wij willen dat iedereen in Fruitdelta Rivierenland kan meedoen. Ook willen wij dat al onze inwoners meedelen in maatschappelijke welvaart. Fruitdelta Rivierenland levert een waardevolle bijdrage aan de economische kracht van ons land en wil dat uiteraard blijven doen. De regio-deal helpt ons om onze kracht nog verder te versterken en om onze kwetsbaarheden aan te pakken. Wij beseffen dat we dit niet alleen kunnen. We moeten dit als regio samen doen, door in een krachtig cluster van overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs, organisaties en ondernemende inwoners de handen ineen te slaan. Ook zijn wij blij met de hulp van de provincie Gelderland en de Rijksoverheid. Zij hebben met de toekenning van de regio-deal de kracht van Fruitdelta Rivierenland onderkend en zijn onze partner in het versterken van onze regio. Het proces van de regio-deal willen wij ook inzetten om de samenwerking met onze partners nog sterker te verankeren. Daarbij ontdekken wij ook graag nieuwe governance-structuren en proberen deze uit. In de regio-deal hebben wij een robuust projectenportfolio met 27 projecten gemaakt om stevig aan de slag te gaan. De kern van de Fruittech Campus is natuurlijk fruit. Wij focussen ons op alle Nederlandse fruitsystemen, hard fruit, zacht fruit, nieuwe boomgaarden, nieuwe boomtypes, nieuwe technologie, nieuwe vormen van het produceren van fruit, maar ook het bewaren, verpakken, robotisering, cold stores, het rijpen, alles wat u maar kunt denken wat met de fruitketens van Nederland te maken heeft. Technologische ontwikkeling in de sector is steeds belangrijker en moet een steeds grotere rol gaan spelen in het nieuwe onderwijs en innovatie van de fruitteelt van de toekomst. Je ziet hier een weerstation met bodemsensors en allerlei andere nieuwe technologieën die de sector een volgende stap moeten gaan maken in duurzaam telen. Data is steeds belangrijker voor de fruitteelt en het herkennen van individuele bomen ook. Kijk hier hoe een boom gemerkt is met een chip, zodat die individueel herkenbaar is voor alle apparaten en apparatuur die langskomt, zodat hij precies weet bij welke boom dat hij staat. De regio-deal biedt ook mooie kansen voor ons eigen regionaal investeringsfonds. Dat kunnen wij met de regio-deal vergroten, zodat nog meer innovatieve projecten van onze ondernemers en maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden. 27 ijzersterke regio-deal projecten dragen bij aan ons uiteindelijke doel. Een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.